Als iemand alle doolhoven in Brawl Stars kan halen, dan ben ik dat wel. Nu zeg ik dat heel stoer en waarschijnlijk gaat het niet gebeuren. Nee, ik hoop het wel, want Shadows heeft echt een lijp, maar dan ook een lijp doolhof gemaakt. Dat is echt niet normaal. Troll mee, zo ziet hij eruit. En het is echt bizar, het is echt bizar. Het doel is om uiteindelijk in het midden te komen. Dus daar moet ik terechtkomen bij die healing pad. En elke healing pad telt trouwens ook als checkpoint. Hij heeft echt allemaal regels bedacht waar je aan moet houden en zo. Ik zal het trouwens even in beeld laten komen. Dan kan je een beetje zien wat de regels zijn. Je mag dus geen gadget gebruiken. Geen super. Als je die spijkers raakt die uit de grond komen, dan ben je ook af. Je mag niet door boxes heen lopen. Geen boxes kapot maken. Healing pad is checkpoint. Het allemaal van dat soort dingen zijn het, zeg maar. Dus ik vind het wel geniaal hoe die dit heeft bedacht. Maar ik ga dus kijken of ik het kan halen. En ik ben ook heel benieuwd of jullie denken dat ik het ga halen. En of jullie het wel zouden halen. Daar ben ik ook benieuwd naar. Maar als jullie zin hebben in deze doolhof video, doe dat duimpje omhoog. 2000 likes zou top zijn als dat gaat lukken. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Als je dat nog niet hebt gedaan, blijf je op de hoogte van al mijn video's. En mocht je mij willen supporten, gebruik natuurlijk die code MOUSE. Wordt gewaardeerd. Maar ik ben op zich wel ready. Ik zal nog even de regels doornemen voor de zekerheid. Zodat ik zeker weet dat ik niks fout doe. Oké, ik heb de regels volgens mij wel goed doorgenomen. Dan gaan we eens kijken of we nu goed kunnen gaan spelen. Oké, we moeten dus gewoon de jumps gaan maken. Ja, hier gaan we dan. Hier gaan we dan. Oké, dan nemen we meteen weer een jump. En waar nemen we dan nu een jump heen? Dan nemen we een jump hier terug. Oké, shit. No! Dit is nu al niet goed. Dit is nu al niet goed. Oké, ik ben al af. Jongen. Oké, dat ging dus niet zo lekker. We zijn dus al meteen afgegaan. We moeten dus de rechte jump nemen. Dan weten we dat nu alvast. Het heet natuurlijk ook niks voor niks een trolldolhof. Ja, Shadows heeft volgens mij allemaal speciale dingen hier aan gedaan. Oké, we gaan nu de rechterkant op. Ik ging net naar links. We gaan nu naar rechts. Oké. Gaan we nu goed? Yay, we leven nog. We mogen niet de spijkers raken, want als we dat doen, ik zal even wachten op Shadows, dan ben ik ook af. Oké, top, dan nemen we deze jump. En ik denk dat we hier niet hierheen moeten. Zouden we hierheen moeten of nee, dat loopt ook dood daar volgens mij. We moeten wel deze nemen, denk ik. Want of loopt die niet dood? Ik heb, oh shit, nee! Ik ben weer af. Ai. Ik mag niet die spijkers raken. Dat is dom, want ja, daar moet ik dus op letten. Jongen, wat een doolhof is dit. Ja, ik heb echt geen idee hoe je hier langs moet komen. Ai. Ik weet niet, of die groene teleport. We proberen de teleport dus. We gaan eens proberen. Ik wil niet kijken vanaf het midden en waar je dan moet lopen. Maar ik zit wel een beetje te kijken naar wegen. We proberen de teleport. Kijk, bij een teleport kan je ook altijd weer terug teleporteren. Oké, je hebt hier gif. Ik ga naar die rechterkant. Nee, shit. Oh. Oeps, dat was niet de bedoeling. Ik wil namelijk naar die rechterkant lopen. Dat is mijn idee. En ik zal nu even hier langs gaan. En hier even uitkijken voor die spijkers. En dit gaat goed. Oké. Wow, yo, je hebt hier heel veel spijkers. Ik denk dat Shadows, als hij een weg heeft gemaakt, dat hij moeilijk zou zijn. Dus ik denk dat hij dan hier een weg zou hebben gemaakt. Dat denk ik hoor. Dus ik ga even hier langs. En dan gaan we hier langs. Ik denk dat Shadows sowieso een moeilijke weg zou maken. Dus we gaan nu even hier langs. Gaat dit goed komen? Nee! Maar ik denk wel dat we zo ergens hier langs moeten. Dat denk ik wel, maar dat weet ik dus niet helemaal zeker. Even checken, kom je dan vervolgens... Nee, dat loopt dood. Dat is het ook niet. No, dat is ook allemaal doodlopend. Ik zit nu een beetje te checken. Oké, we gaan nu de teleport nemen en dan gaan we via de linkerkant. Want dit doolhof is moeilijk, jongen. Jongen. Hoe kom je hier ooit door? Oké, we gaan nu de andere kant proberen. Oké, dan gaan we hier langs. Oh, we kunnen meteen doorlopen. Dus dat is nice. Moet hier even oppassen. En no! Dat scheelde niks. Ja, als ik daar zeg maar iets had geraakt van die spijkers, was ik ook dood gegaan. We lopen even hier naartoe. En dan nemen we daar die jump. Zal ik hem nemen? Ja, we nemen hem gewoon. Gaan we eens kijken. Dan komen we hieruit. Moeten we die jump nemen? Weet ik niet zeker. Hier zijn in ieder geval spijkers. Ja, Shadows heeft echt overal van die spijkers neergezet en dergelijke. Is dit het? Oh shit. Oké, ik moet hier even terug. Ah, nee, ik weet het niet. Oké, ik wacht hier heel even. En dan gaan we het proberen. We gaan het proberen. Nee. Shit, jongen. Hoe kom je hier ooit door? Wat een doolhof.
Wat een doolhof. Dit is echt bizar. Oké. Je moet dus bij die jumps terechtkomen. Je hebt daaronder zo'n rode plek. En bij die jumps moet je terechtkomen. Maar hoe kom je daar? Ik vind het zo bizar. Hoe heeft Shadows dit ooit zo in elkaar gekregen? Donders. Ik vind het echt zo ziek hoe hij dit heeft gedaan. Maar ik denk wel dat dat de goede is. Ik denk dat we net de goede route hadden als ik dit zo een beetje zie. Dus ik denk wel dat het klopt. Dus we proberen het nog een keer en ik ga nog een keer die route nemen. Ik denk echt dat die klopt. Maar dan moeten we heel goed timen qua andere dingen. Qua gewoon door het gif heen lopen dat we niet afgaan, zeg maar. Nou, ik heb zo'n idee dat dit de goede is. Oké, we kunnen hier even langs gaan. Top. En dan moeten we hier even wachten. En dan... Oh, jongen. Oh, dit is zo erg timen. Ai. Gaat het mij ooit lukken? Ik had het idee, toen ik net een beetje door de map keek, dat dit wel de route is die je moet nemen. Maar hij is echt moeilijk, man. Hij is echt moeilijk. Oké, ik wacht even en nu ga ik lopen. Oké, zodat die spijkers weer snel naar beneden gaan hier zo. Ja, oké, dit ging goed. Ik ging net hier naar boven. Ja, inderdaad. En dan moeten we hier door het gif lopen. Want als je die jump naar links neemt... Ik zal de jump alvast nemen. Als je die jump naar links neemt, wat ik net deed... Dan gaat het niet goed. Kijk, die jump hier naar rechts... Die moeten we hebben. Dus daar moeten we zo meteen langs. Ik zal even hier naar boven langs. Ja. En dan moeten we even kijken naar die spijkers. Oké, we kunnen even kijken. Gaan die spijkers nu naar beneden? Ja, oké, nice. Oh, dat is nice. Dit heb ik nu gehaald. Ik denk trouwens dat ik... Ah, shit, waar moet ik nu langs? Shit, nu heb ik niet goed opgelet. Ik weet het niet. Ik ga deze proberen. Ik weet niet precies welke ik moet hebben. Ik weet het niet. Nee! Oh, zat ik nu wel goed? Ik heb geen idee of ik goed zat. Nee, ik zat niet goed. Ik moest gewoon die bovenste route hebben. Ik ging helemaal fout. We moeten gewoon meteen die bovenste route hebben. Ai, maar ik zit wel in de buurt volgens mij. Oké, we moeten het nu proberen. Oké, nu moet ik hopen dat die paaltjes precies goed vallen. Ik moet het hopen. Ja, dit valt goed. En overleef ik dit? Ah, nee! Nee, dit is echt reetjes tot de max, jongen. Ai. Oh, je moet echt rustig blijven. Jongen, dit doolhof is echt gewoon zo praktisch. Bijna onmogelijk heb ik het idee. Dit is echt niet normaal. Maar ik wil het eigenlijk halen voordat Shadows het zeg maar gaat doen. Hier even wachten en nu lopen. Ja, oké, dat ging goed. Top, en nu lopen. Nee! Jongen. Ja, we moeten die jump naar rechts nemen. Volgens mij is dat de jump die we moeten hebben. Maar dat weet ik niet eens zeker. Ai. Ik weet het. Het is haalbaar. Oké, we doen nu nog een keer hetzelfde stuk wat ik net deed. Alleen dan moeten we heel eventjes wachten bij die ene. Oké, ik probeer het nog een keer. Shadows loopt wel achter me aan. Dus ik denk dat dat dan wel goed is of zo. Hier even deze. Even wachten. En dan kunnen we... Dit is echt niet normaal. Dus we gaan even hier. Ik was die spijkers vergeten. Oh, hoe dan? Oké, ik moet hem halen. Ik ben nog niet eens voorbij dat die tweede stuk gif gekomen. Ja, één keertje, maar daarna gewoon niet meer. Dus oei. Kijk of het nu goed gaat. Oké, even wachten. En nu moet ik lopen. Oh, dat ging net goed. Oké. Nu moet het hier lukken. Eens kijken. Nee! Is dit mogelijk of is dit niet mogelijk? Ik weet niet of het mogelijk is. Wat? Hoe dan? Oh, jongen. Ik dacht echt dat ik het eventjes door had. Want dan heb je daar een jump naar rechts. En ik heb zo'n idee dat je dan goed uitkomt. Maar ja, donders, wat is dit moeilijk, man. We zijn weer op dezelfde plek. Ik wacht heel even. En een kruisje, is dat niet goed? Moeten we hier niet langs? Ik weet niet. Oh, Shadows, die liep eerder dan wat ik dat deed. Nee, oh, het kan wel. Oh, shit. Oké, dit is niet goed. Ik moet mezelf af laten gaan. Ik laat mezelf afgaan. Ai. Ik raak er weer eens bij. Het is mogelijk. Shadows, die had hem gewoon. Die liep er gewoon overheen. Het kan wel, maar ik ben weer daar afgegaan. Alweer. Ai. Man. Oké, nou, poging nummertje drie. Ik durf nog niet te lopen, dus we gaan het nog niet doen. We moeten heel eventjes wachten en... En nu lopen. Nee! Weer niet!
Bro, of is dit niet de route? Ik weet niet of het de route is. Ik kan het gewoon niet meer aan. Oh, shit. Ik zal wel eens vragen, loop ik wel goed? Lol, no! Shadows, die gaf me even een hint. Het is allemaal scam. Alles groene teleport links, dat klopt niet. Ik heb gewoon de hele tijd van alles geprobeerd wat helemaal niet de route is. Bro, hoe dan? Jongen. Hoe kom je hier dan ooit wel door? Oké, nou, we proberen het nog een keer. We gaan het een andere route proberen. Oh, dit is moeilijk, man. Ja, ik wil ook niet te veel naar de map kijken. Want als je vanuit het midden redeneert, dan kom je het uiteindelijk misschien helemaal tegen. Maar, ik had het echt het idee dat ik er was. Maar dat dit de route was. Maar dit was hem gewoon helemaal niet. Nou, dan nemen we maar weer even een jump. Ik neem wel de jump naar onder. Dan gaan we deze nemen. Oké, even kijken. Dan komen we hier zo uit. En je hebt hier meerdere routes. Ik ga hier kijken of ik hier langs kan komen. Is dit een mogelijk? Ik weet niet of dit mogelijk is. Dit is wel echt... Of ja, ik weet het misschien al. Misschien moet je om het hoekje staan en dan verder lopen. Ik denk dat dat kan. Nou, ik wil gewoon even verschillende routes nu uit gaan proberen. Maar ik wil wel iets verder komen. Kijken of het dan mogelijk is. Je hebt daar onder, rechtsonder, heb je één klein plekje waar je zeg maar eventjes kan staan. Dus ik denk dat je daar dan langs moet. Dat moet haast wel. Dus we gaan eventjes hier staan. Ja, en dan gaan we hier langs. Ja, die had ik inderdaad gezien. Oh, en dan ga ik nog steeds af. Oh, Oké, we zijn er nu voorbij. Dus nu moeten we even kijken wat we hier terecht gaan komen. Nu weet ik het niet. Shit, man. Ik weet het niet. Oké, we nemen deze jump. Ik neem de gok. We nemen hier deze jump. Ik heb geen idee of dit de goede jump was of niet. Ik moet hier even wachten dat we in één keer door kunnen lopen. Dus dat is wel net zo handig. Ja, top. Dan worden we daar ook niet geraakt door die spijkers. Oké, we zijn al wel iets verder dan wat ik net was. Dus ik heb zo'n idee dat dit misschien wel goed is. En nu moeten we hier zo meteen in de hoek gaan komen. En daar is een checkpoint. Dus dat is ook lekker. En... Oké, Shadows die vergeeft mij deze. Nice, dat betekent dat ik nu door mag gaan. Officieel mag ik geen één spijker raken, maar dat is moeilijk, man. Oké, deze ging goed. Deze is goed. Oké, top. Dan heb ik deze checkpoint gehaald. Yay! Oké, dat is mooi. Dan moeten we hier langs. Hier zit de spijker. Die heeft Shadows weer even verborgen natuurlijk. En dan kunnen we hier deze jump nemen. En waar komen we dan uit? Dan gaan we dood. Oh, dit is niet eens de route. Ik zat helemaal verkeerd. Ik word echt wanhopig door dit doolhof. Nou, dat was de route ook niet. We gaan weer eens een keertje naar rechts. Hoe kwamen we hier ook weer uit? Dit was sowieso doodlopend volgens mij. Maar ik weet het niet helemaal meer zeker. Dus we proberen het gewoon weer eventjes. Dan komen we hier uit waar we net ook waren. Net nam ik die onderste, nu neem ik die bovenste. Maar daar kom je volgens mij ook niet goed uit. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. We gaan het eens kijken. En hoe kom je hier uit? Oké, dit kan wel. Maar dan moeten we hier eventjes wachten. Oké, top. Dit ziet er al iets beter uit. Ik heb zo'n idee dat dit er misschien dan is. Ik heb geen idee. Maar tot nu toe gaan we goed. Nee. Weer niet. Alweer niet. Ik weet het niet meer. Shit, man. Ik heb zoveel dingen geprobeerd. Ik heb zoveel kanten ben ik opgegaan. En ik kom er gewoon niet uit. We gaan weer eens een keer naar links proberen. Gewoon weer een keertje links. Nou ja, ik heb de jump naar beneden geprobeerd. Een aantal dingen, dat wou niet. We kunnen nog de andere route proberen met de jump naar beneden. Dat we hier langs gaan. Misschien dat dat zou kunnen. Ik heb geen idee, maar we gaan het gewoon proberen. En nu moet ik even uitkijken. Nee, die jump kan ik niet meer halen. Zou dit hem dan zijn? Maar dat is denk ik ook bijna onmogelijk om daar langs te komen. Dat weet ik ook niet. We kunnen ook de teleport proberen. En dan naar rechts jumpen. Want net ging ik elke keer links. Dat was hem niet. Misschien naar rechts jumpen. Maar ik had het idee dat dat hem ook niet was. We proberen eens de teleport weer. En dan hier gaan we naar rechts. Maar dit is wel moeilijk, man. Om dit te halen. Hoe gaan we dit doen? Moeten we even wachten en nu lopen. En dan misschien dat het nu gaat lukken. En dan nu. Oké, top. En dan hebben we hier dit gebied. Maar hier heb je ook nog allemaal routes. Je hebt hier heel veel routes waar je heen kan gaan. Dus misschien dat dit er meer op lijkt. En hier heb je een jump naar rechts. En daar heb je een jump omhoog. Misschien dat dit hem is. Ik denk dat ik hier wel warmer zit dan waar ik net de hele tijd zat. Dus we gaan gewoon eens hier proberen. Oké, top. Dit ging goed.
En dit moet dan ook wel goed kunnen komen, denk ik. Ja, dit ging ook goed. Oké, nou, dan nemen we deze jump. Waar komen we dan nu uit? En, oh nee, nee, dit is hem ook niet. Nee, we kunnen onszelf nu al laten afgaan, want ik weet nu al dat we die weer gaan halen. Oké, we hebben weer een route waar we nog niet eerder zijn geweest. Misschien dat dit iets gaat worden. We hebben hier een jump naar rechtsboven. En hier deze jump. Ik denk dat deze jump meer kans van slagen heeft. Dan komen we hieruit. Oh, dan komen we bij het teleport. We hebben nu in ieder geval weer een checkpoint gehad, dus dat is nice. Oké, rennen! Rennen. Oké, we hebben in ieder geval een checkpoint gehad, dus we kunnen nu, als het goed is, daar spawnen. In ieder geval, als het goed is, gaat Shadows dat nu aanpassen. Dus we langzamerhand komen we er wel. Ja, inderdaad, Shadows gaat dat nu aanpassen. Dus ik denk dat ik nu de goede route eindelijk heb gevonden. Ja, inderdaad, we mogen nu bij de checkpoint beginnen. Dus dat is lekker, dan kunnen we meteen hier gaan rennen. Rennen. Oeh, dat ging nog maar net goed. Oei. Shadows ging helaas dood. Oké, maar ik denk wel dat dit een goede weg is. Dat denk ik wel. Oké, Shadows is er nu ook. Dan hebben we een aantal keuzes. We kunnen hier naar rechts. En dan jump je vervolgens hier naar onder. En dan kan je naar links. Ik denk dat dat hem is, om eerlijk te zijn. In ieder geval, daar ga ik vanuit. Dus we kunnen hierheen. En nou, is dit hem? Dan jumpen we hierheen. En nee, dit is hem niet. Dit is hem niet. Want nu jump verkeerd. We moeten die jump naar onder hebben. Niet deze. We zijn nu al af. We kunnen nu al onszelf af laten gaan. Nu komen we hieruit. Maar dit is niet de goede route. Ik kan mezelf al af laten gaan. Want ik weet al dat het niet de goede route is. Oké, ik heb zo'n idee dat het nu goed gaat. Oh, daar was ik bijna op die spikes gekomen. Die spikes zijn zo irritant. Die zie je af en toe gewoon bijna niet. Oké, we komen nu hier op deze jump. Ja, en waar komen we dan nu uit? Oké, dan zijn we nu redelijk ver in het midden. In ieder geval verder dan wat ik ooit ben geweest. Als ik de jump naar links neem, dat heeft geen nut. Dus we moeten de jump naar onder nemen. Maar welke jump moet ik dan nemen? Dat is dan even kijken. Ja, ik weet niet of het de onderste of de bovenste is. In ieder geval, ik weet de route tot nu toe. Dus dat scheelt. Ah, nee. Dit is niet de route die ik moet hebben. Oké, nou, ik kan mezelf al af laten gaan. Nou ja, laat het maar zitten. Oké, we hebben dus de andere route nodig. Oké, ik heb weer even een hint gekregen van Shadows. Die jump waar ik net op stond. Dan moet je gaan staan op de goede positie, zodat je de jump goed neemt. Dan denk ik dat je helemaal achteraan moet staan. Maar kijk, ik heb het nu al redelijk door. En dan moeten we hier dus die jump nemen op een goede manier. Want we hoeven dus niet in het midden te staan. We moeten dus nu op een bepaalde locatie staan. En ik denk dat we dan heel ver naar achteren moeten staan. Of moeten we die deze nemen? Ik zal even kijken of we heel ver vooraan moeten staan. Dan nemen we deze jump. En dan ga ik nu deze in het midden nemen. Komen we dan nu goed uit? Dan nemen we nu deze jump. Ja, ik heb niet zoveel keuze. En dit gaat niet goed, denk ik. Of gaat dit wel goed? We komen nu niet goed uit. Of kunnen we die achterste jump nemen? Oké, ik denk dat we op een andere plek moeten staan hier in de jump. Gewoon hier achteraan. Ja, nee, weet je niet. Ai. Oh nee, is dit een oneindige loop? Of kom je hier überhaupt nog ooit uit? Ik weet niet of je hier nog ooit uit gaat komen. Nee, hier komt hij nooit meer uit. Nee. Oh, kom hier ooit? Ai. Ik weet het allemaal niet zo meer. Of zou je hier nou heel ver naar achteren moeten staan? Dat gaan we nu eens proberen. Heel ver van achteren staan. En dan nemen we deze. Oh, dit is denk ik beter. En als we dan helemaal hier achterin gaan staan in het hoekje, gaan we dan goed uitkomen? Dan komen we hier uit. En dan moeten we hier misschien helemaal linksboven in het hoekje staan. Ja, dit is al iets verder. Dan komen we nu bij een rode teleport. En dit lijkt er al iets meer op. En dan moeten we nu denk ik hier in het hoekje staan. Is dit goed? Ja, en ik heb geen idee. Moeten we nu hier in het midden staan? Ik heb geen idee. Ja. Oké. Hoe moeten we dit ooit gaan doen? Hebben we die teleport nodig of hebben we geen teleport nodig? Ik weet niet of we een teleport nodig hebben. Oh shit, ik zal hier even uitkijken. We moeten dit even tactisch gaan doen. Ja, top. En dan hier even de teleport nemen. En waar komen we dan uit? Oh shit, dan gaan we dood. We gaan dood. Oké, shit. Nee. We waren er bijna. We moesten via de andere kant. In ieder geval, ik heb een checkpoint gehaald. Dus dat is mooi. Ja, die healing pads, dat zijn de checkpoints. Dus we moeten het nu hier gaan proberen. Oh, dit is wel denk ik vrij moeilijk. En dan moet je hier even wachten. En dan nu gaan lopen. Oh, die was echt perfect getimed. Oei. We mogen niet door de kist heen. En we mogen de kisten ook niet slopen. Maar we moeten wel daar in het midden komen. Ja, hoe gaan we dat dan doen? Of is dit hem niet? Zou dit niet de route zijn? Ik zal eens hier gaan kijken. We nemen even deze jump. Maar dan komen we hier weer uit.
Zou dit dan niet de route zijn? Zitten we verkeerd? Als dit verkeerd is, dan word ik echt helemaal knijtertje gek. En hier, waar komen we hieruit? Ja, dit is op dezelfde... Ja, dit is niet de goede plek, oké. Ik ben al 3 kwartier bezig om dit door te halen. Het lukt me maar niet. Jongen. Oké, we zitten nu daar in het midden. En we kunnen daar nu niet komen. Hoe moeten we dit nu doen? Misschien moeten we de jump omhoog nemen. Dat we gewoon recht vooruit lopen en dat we niet eens hier omhoog gaan. Ik denk dat dit niet de route is. Want je kan hier niet in mee in het midden komen. Dus we proberen de jump omhoog. Ja. Ik zou even een mooie banaan spuiten. Oké, hier top. En dan nemen we deze jump omhoog. En waar komen we dan nu uit? We komen hier. Is dit weer een checkpoint? Oké. En... Oh, nee. Dit is niet de route. Ik weet het niet meer. Ik loop echt helemaal vast. Oké, ik denk dat ik het bijna ga opgeven. Ik heb alles geprobeerd. Hoe moet je dit doolhof halen? Oké, we kunnen hier even langs. Maar ik heb nu weer een checkpoint gehaald. Oké, en waar komen we dan nu uit? Maar dit komen we weer op hetzelfde uit. Dit is niet de plek waar ik moet zijn. En die blauwe teleportje, dat heb ik allemaal een keertje gehad. Jongen. Ik ga het aan Shadows vragen of die het wil halen. Ik kom er gewoon niet uit. Oké, ik heb nu 3 kwartier lang geprobeerd dit doolhof te halen. En het is me niet gelukt. Shadows gaat nu laten zien hoe het moet. Nee, Shadows gaat het laten zien. Oké. Ik ga hem gewoon volgen en we gaan eens zien waar we langs moeten. Oké, ik zat dus net hier verkeerd. Waar moeten we nu heen? We moeten hier langs. Oké, deze route heb ik volgens mij nog niet heel vaak genomen. Maar we moeten dus hier langs. En dan kan je hier dus in 1 keer dit stuk halen. Oké. Maar hier ben ik ook al wel eens geweest. Hier was ik net ook bij die teleport. Dus dit is in principe een goede plek om langs te gaan. Dus hier, dit stuk hadden we nog goed. Dan moet je hier die teleport nemen. Dit stuk had ik ook nog goed. En moeten we nu die jump naar... Ja, die had ik ook nog goed. Dit had ik net allemaal wel. Oké, ik kom nu over het muurtje. Omdat ik er net over zat. Ja, je hebt hier maar 1 jump die je kan nemen. Shadows die laat het gewoon even zien. Dus die kan nu zelf ook de jump gebruiken. Dan gaan we hier langs. Dit had ik nog ook allemaal. Jongen. Hoe kan ik het net niet halen dan? Daar ben ik benieuwd naar. Of had ik nu een fout gedaan? Hij gaat nu de jump hier van achteren nemen. Ik zal even mijn super aanzetten. En dan jump ik erbij. En dan kunnen we hier die jump nemen. Dit had ik tot nu toe ook. En dan moet je die jump hier schuin van achteren nemen. Deze teleport die had ik ook nog gehaald. Dan komen we hieruit. Of moet je deze jump op een bepaalde manier nemen? Hier rechts achter moet je nemen. Oké. Volgens mij had ik die daar trouwens ook nog. Volgens mij, als ik het goed heb onthouden. Deze gewoon in het midden. Hier was ik. En hoe moet je dat dan hier doen? Hoe moet je het hier halen? Ik had het net vanaf hier dus niet gehaald. Oké, dus hier moet je even wachten. En dan kan je dat vervolgens met die spijkers weer verder. Ja. En hoe doe je dit stuk? Hoe kan je dit doen? Ik heb geen idee hoe je dit moet doen. Ik weet het niet. Hoe moet je dit halen? Dit is het nog niet. Hoe kom je daar vervolgens? Daar ben ik benieuwd naar. Of stel je gaat hier zo staan. Helemaal achter de jump. Helemaal achter. En of kan je het niet halen dan? Ik weet het niet. Nee, ik jump er dan overheen. Dit is balen. Of hoe doe je dit? Ik weet het niet. Jongen. Oh, dit is het. Ik snap het al. Je moest die kisten kapot laten gaan door het gif. No! Ik was zo dichtbij. Je moest die kisten gewoon kapot laten gaan. Nee, daar had ik nooit aan gedacht. Wow, wat was dit doolhof ziek doordacht. Niet normaal. Want de regel was geen kist kapot maken. Dat had ik ook niet gedaan. En je moest die onderste jumps hebben. En je kon niet op andere manieren komen. Je moest gewoon wachten op het gif. Bro, wat een ziek doel van Shadows gemaakt. Insane. En ik baalde wel van dat ik het niet zelf heb gehad. Ik was wel redelijk ver gekomen, maar het is me niet gelukt. Ik wil jullie wel bedanken voor het kijken. Shadows, dikke shadow naar jou voor het maken van dit doolhof. Ik vond hem echt insane. En dan heb ik tot slot nog mijn ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Jij vond deze video leuk, hè? Ik heb je wel door. Want ja, anders heb je ook niet gekeken tot het eind van deze video. Maar hey, dan heb ik nog een andere leuke video voor jou. Die staat namelijk hier. Daar kan je op drukken en dan kan je nog een leuke video van mij kijken. En druk natuurlijk op het knopje hier. Dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En voor Bouws uit mijn kleding, check natuurlijk bouws.nl. Hartstikke mooie kleding!